is daar als vakman voor Computer ID live. Dus iedereen die ik normaal in het blad beantwoord, beantwoord ik nu ter plekke. Ik geef ook 4 workshops elke dag. Een workshop Facebook, een workshop WhatsApp, een workshop goedkoop reizen en een workshop Windows 10. Ik ben Thijs, ik ben sinds 2,5 jaar redacteur bij Computer ID. Voornamelijk online, maar ook steeds meer voor het blad zelf. En ik kom hier om onze lezers een beetje meer uitleg te geven over computerproblemen en natuurlijk ook over Computer ID zelf. Het voordeel is, als je met de mensen spreekt, je kunt even doorvragen. En op een vraag die ik per e-mail krijg, kan ik niet wat extra's navragen. Van wat is zus of wat is zo. Er is altijd wel wat met een driver aan de hand. Altijd wel iets aan de hand met software die niet werkt. Ik leg ze uit wat ze moeten doen en vaak zeggen ze, ik heb het allemaal begrepen, maar ik hoop dat ik het onthoud voor thuis. Norton is eigenlijk op de 50PLUS beurs om te laten zien dat wij hier zijn voor de consument. Wij zijn altijd ontzettend benieuwd naar de feedback van consumenten. En we willen ook de consument eigenlijk helpen informeren waarom beveiliging eigenlijk zo belangrijk is. Nou, een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de smartphone. Steeds meer mensen, ook mensen op de 50PLUS beurs, gebruiken een smartphone. En zeker op Android-toestellen is het erg belangrijk om ook het toestel goed te beschermen. Feitelijk ben je er ook mee, constant mee op internet. En waar internet is, daar zijn eigenlijk ook de gevaren waar Norton u voor behoeft. We zijn natuurlijk een steeds grotere groep. Gezonde ouderen in Nederland en die vinden het leuk om hier naartoe te komen. Dus daar moet je als Computer ID dan ook zijn. Maar leuker, minstens zo leuk, is dat heel veel mensen zich hier bij onze stand melden. Die zijn abonnee en die zeggen dan van, kom even gezellig langs. Dan zeggen wij, hartstikke leuk, daar doen we het voor. Mensen komen gewoon zomaar langs. Sterker nog, ook mensen die alleen even een handje willen schudden van u bent het en weer doorlopen. Het is heel fijn om een keer onze lezers een keer in het echt te zien. Omdat het meeste contact hebben we toch via de e-mail, via Facebook, noem maar op. En dan is het erg prettig om eens een keer echt de lezers face-to-face aan te kunnen kijken, te weten voor wie je schrijft. Het geeft toch een iets betere band met voor wie je het allemaal doet. Nee, het is hartstikke leuk. Het directe contact met de lezer is top.